Naast het paardrijden is het belangrijk om je eigen lijf te trainen, omdat we niet de zwakste schakel willen zijn in de combinatie paard en ruiter. En wat wil je dan allemaal trainen? Nou, eigenlijk je benen zijn je fundament. Als je gewoon staat, zijn je benen je fundament. Maar als je op het paard zit, zijn je benen ook nog steeds fundament voor je bovenlijf. Dus dat willen we trainen, een stevig fundament. We willen de core trainen. Dat zeg maar even simpel zeg je middenlijf, buikspieren, alles om je stabiliteit te houden. En je wil je bovenlijf ook trainen, en dan met name voor de armstructuur. Ja. We hebben het ook al in de lessen over gehad, dat je eigenlijk je rijpositie, zoals hier, kan hanteren, kan handhaven, terwijl je beweegt. Dat dat zo standaard wordt. Je hebt een beenstructuur, je core en je armstructuur. En hebben we ook al gezien dat waar je hoofd is en hoe je hoofd gebruikt, heel bepaald is wat je lijf doet. Dus daar gaan we ook op letten in de oefeningen. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, gaan we even een warming-up doen. Oké. Okay. Het is namelijk heel koud vandaag. Ja. Ja? Nou, eigenlijk moeten we rondjes gaan rennen. Maar dat kan wel. Kunnen we overslaan. Oké, okay, nou even heel simpel. Beginnen laag, even knieën naar je. Nou, dan moet je niet gaan lachen. Dan ruik ik in de zon van lachen. Mag ik ietsje sneller? Dan ben je zo warm. Met niet een slappe lach krijg, dat is niet leuk. Nou, hou je jezelf nu op, hoor. Samen, dat is leuk. Hier. Is het nog aan het eiken. Oké. Okay. Knie hef. Mijn peetje zit los. Nou, vooruit. Moet je even vast? Nee, hij zit al vast. Knie naar je schouder. Zo hoog als je kan, maar zonder je schouder naar je knie te brengen. Oh, dus... Hè, wat? Dus voor eigen lenigheid, je doet goed. Maar ook aanspannen hier, in je been. En je doet het heel snel. In je eigen tempo. En als het goed gaat, steeds sneller. En dan moet je allebei de benen of één been? Om en om. Om en om. Nog een paar keer. Waarom kijk je zo? Nou doen we hetzelfde maar opzij. Dus even voor jullie. Oei. Zo. Oh, zo knak. Ja. Ja, nou ja, precies. Alweer lekker los. Links. Rechts. Je blijft de hele tijd vooruit kijken. Kun je vast oefenen. Kijk, zit daar een mooi geel boompje. Een paar keer dat je focus vooruit is. Okay. Squat. Ja. Als je nog in de opwarmfase zit, doe je niet zo laag. Want anders je knieën snel overbelast. Doe maar even 5 keer deze hoogte. En dan gaan we een keertje diep. Oh. Super. Helemaal goed. Nu doen we een sprongetje. En je probeert in de lucht je knieën naar je bovenlijf te brengen. Ho! Je probeert weer rechtop. Maar jij blijft de hele tijd rechtop. Ik ga een soort van als een bolletje zo. Nou ja, het gaat beter worden door de core training. Maar probeer alles wat je doet. Dat is dit ook. Maak het dan simpeler. Als iets niet lukt, maar als simpel. Of gewoon zo. De juiste techniek, dus dan spring je heel klein beetje. Dan doe je dit, maar wel dat je recht blijft. Dat kan ook lukken, Tessa. Sorry. Ja. Want je kan beter het een klein beetje doen met de goede techniek. Dat je het heel veel groot probeert te doen, maar de techniek niet doet. Ja, als je dit een paar keer doet, voel je. Hoe snel hij moet hieruit komen. Daar. Zo. Ik ga met benen om en om. Probeer nog lager. En gewoon twee, je zakt eerst iets in. Twee benen. Ja, precies. Dan begin je gewoon daarmee. Het geluidje hoeft er niet bij. Oh, ja, anders wordt het zo ongemakkelijk. Combi. Squat. Overeind. Spring.
nog een oefeningetje. Een soort van lunge oefening. Zorg dat die knie niet voorbij je teen gaat. Dat is even belangrijk. Dan overbelast je knie. Maar wel zo ver dat je je teen eigenlijk niet ziet. Dus ja, met je knie ietsje. Yes. Dan breng je deze aanspanning. Die zo ver naar achter als lekker voor je is, zeg maar. Hoe verder naar achter, hoe lager je komt, hoe zwaarder. Dus doe het ergens makkelijk is. Dan ga je zonder omhoog te komen, ga je van been wisselen. Je sluit die bij, je zet die achter. En je houdt weer voor jezelf je handen of hier, maar dat je weer je handen een soort fixeert, dat je het daar niet uit kan halen. Dat het puur je core is en je beenspieren. Goed. Om weer nog iets lager te blijven. Echt of? Allebei, allebei. Pens jij maar zelf niet moeilijk. Omdat je die heel dichtbij zet en dan zakt, word je het instabiel. Zet hem ver weg. Oh, ik mag het mezelf makkelijker maken. Haha. Ja. Ja, zo is die super. Oh, dat is wel eens makkelijker. Ja. Zo is die super. Lukt die? Ja. Oké, dan gaan we het wat moeilijker maken. Oh. In een sprongetje, maar niet zo. Je moet je niet concentreren, maar zo. Oh, huh? Dat is magie. Oké, try. Voor je daar? Ja, goed. Oh, maar ik ga omhoog. Je doet het voor het eerst, dus dit is wel super zo. Niet omvallen. Oh jongens. Focus op je punt voor je. Focus op je voor. Dat je daar gaat. Oh. De motor is niet in orde. Niet naar je planning. Goed, sorry. Blijf laag. Ja, goed. Oké, pauze. Dit is een super oefening. Ja. Want waarom? Hij is heel dynamisch. Je traint je beenstructuur, je core voor de kracht, maar ook je core voor balans. Dus dit is weer heel... Ja, want je voelt inderdaad dat je zomaar om kan vallen. Ja, ik moet je de hele tijd dingen doen waarbij je dus de neiging hebt je balans te verliezen. En dan ligt de focus erop dat je dat dus niet doet, maar in één lijn blijft. Het is een soort als een ninja zo. Wee, wee. Nee, dat is één keertje. Je lichaam in balans houden. Oké, okay. Nou, we hebben eigenlijk stiekem al deze structuurtraining gedaan. Ik voel het nu al aan mijn benen. Ja, hè? Je krijgt die zo. Structuurtraining voor armen, toegespitst op paardrijden. Je kan allerlei oefeningen doen, maar het is wel handig om dingen te doen die met paardrijden te maken hebben. Dit is voor mij mijn positie waarin ik paard wil rijden. Bij armen. Ja. Niet hier. Niet hier. Niet hier. Ellebogen liggen iets aan de voorkant van je ribboog. Handen op dezelfde hoogte in een V naar dit. Een V-structuur. Daar. En eigenlijk om hier gewoon in te staan, een paardrijst dan, train je alle structuur in je bovenliggende armen om je armen en handen stabiel symmetrisch te houden. Dan is weer je navel de centerline. Dan moet die links en rechts moeten even ver van die centerline zijn. En ze mogen ook niet één meer naar voren dan de ander. Dit is perfect. Dan ga je proberen of je het van daaruit iets je armen kan strekken. Maar je houdt alles bij elkaar. Dat hou je 4 seconden vast. In en weer terug. Dat hou je 4 seconden vast. Dit alleen, dat is heel simpel, maar dit alleen traint de kleine spiertjes in je armen en eigenlijk je muscle memory, maar altijd in die positie te zijn en altijd symmetrisch. En hoe zwaarder je het gewicht maakt, hoe eerder je asymmetrie tegenkomt. Dus eigenlijk moet je gewichtjes pakken waarbij je voelt van hé, die ene arm gaat afzakken of ik ga iets uit mijn schouder compenseren.
En dan ga je proberen de aansturing van je hersenen naar je lijf anders te maken, dat het wel symmetrisch is. En dan heb je een asymmetrie in je lijf opgelost. Kijk, ga eens terug zoals je net deed met je handen. Die gaat omhoog en die naar beneden. Ja, ik voel het. Deze schouder gaat er omhoog. Ja, dit moet je eigenlijk voor een spiegel doen of een raam. Of even iemand erbij die feedback geeft en je aanstuurt. Want het belangrijke is dat je het in die beweging super symmetrisch doet. En je merkt ook dat je ellebogen makkelijk naar buiten willen, hè? Ja, ja. En nu ben jij, zoals je je paard traint, ben je nu jouw lichaam aan het trainen. Want bij die beweging niet dit doen, gewoon dat doen. Blijf symmetrisch. Dus je bent nu echt je eigen lichaam aan het programmeren. Oké, top. Doe je met gewichtjes. Je armen gewoon hier. En dan moet eigenlijk ook voor een raam. En dan ga je zo symmetrisch mogelijk ze naar daar brengen. Gewoon dumbbell training. Maar je let weer op de symmetrie. Weer, het gaat niet om wat je doet, maar hoe doe je het. Dan zie je dat je beide handen iets daar naartoe gaan. Ja. Een heel klein beetje, ja. Maar juist die details, daar gaat het om. Nou zijn ze recht. Goed zo. Die rechterarm blijft iets lager in het omhoog gaan. Goed zo. Datzelfde ga je doen hier. En ga voelen waar. Ja, dat is recht. Die is hoger dan die. Super. En hier geldt ook weer voor: hoe zwaarder je de gewichtjes maakt, de weerstand, hoe eerder je asymmetrie komt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dat je zwakke arm gaat bijvoorbeeld een boogje maken. Of gaat uit je schouder. Probeer dat allemaal te voelen. En probeer dat aan te sturen. Dat gaan 100% symmetrisch gaan. En dan ben je je eigen lichaam ook weer aan het programmeren.